De rehabilitatiewerkzaamheden aan de Koezewijnenstraat vorderen gestaag. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, zegt dat infrastructuur voor deze regering heel belangrijk is. De bewindsman geeft aan dat niet alleen de Koezewijnenstraat wordt afgewerkt en presenteerde een totaal asfalteringsplan. Wat er aan asfaltering gaat gebeuren is geen grap. We werken 70 projecten af nu om te starten met Dalian 4. Tegelijkertijd hebben we een paar wegen in voorbereiding met landelijk asfaltering hebben straten. Ik heb een assemblee ook uitgelegd. Iedereen, migado mi pasino de in Dalian. Migado, dan wordt het nooit geasfalteerd. Nee, Dalian is één deel. Landelijk bestrating zijn asfalteringsprogramma openbare werken is een tweede deel. En we hopen nog met andere actoren erbij, derde deel en vierde deel. Dus het land draait niet alleen op het asfaltproject van Dalian. Baitali is er ook, Tjongalanga is er ook. Dus die mannen hebben het school liep zien. Die projecten zijn gewoon gaan. De Zwarte Hoogenbrugstraat bijvoorbeeld, die zat helemaal niet in Dalian. Dat is Baitali. Dus men heeft het idee, als je niet op een lijst van Dalian staat, dan pas je nooit nog asfalteert. Geloof me, dat gaat niet gebeuren. We gaan zoveel mogelijk doen. Infrastructuur is voor deze regering vreselijk belangrijk. Miranda zegt dat er ook in de binnenstad, vanaf het Molenpad tot de kruising van de Zwartenhovenbrug en Dr. Sofie Redmondstraat, voor het eind van het jaar een aanvang gemaakt zal worden met de rehabilitatiewerkzaamheden. We hebben tevens de gesprekken gevoerd, want het is een totaalplan die uitgevoerd wordt. Dat deel van het Hogerhuisstraat, Zwartenhovenbrugstraat, wordt ook aangepakt. Dat gaat u horen, en dat moet in november, dacht ik, starten, in 3 delen of 4 delen. Maar dat gaat u horen, en dan juist tijdens de kersttijd, maar uiteindelijk moeten we een keer beginnen. Dus uiteindelijk, bij een minister die zat in Egypte, kos daarmee in de Egypte en zo toe. Maar volgend jaar zullen we allemaal blij zijn dat we toch dat besluit hebben genomen. Want ook ik ga problemen hebben om door die rommel daar te gaan om een kerstdingen voor mijn kinderen te gaan kopen. Maar laten we die besluiten nemen, we moeten het nu doen. Maar dit gaat onherroepelijk moeten hoor, want we kunnen er niet onderuit. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, over de asfalteringsprojecten die het ministerie uitvoert.